Dit spel is volgens mij helemaal niet zo leuk om naar te kijken. Nee, zeker niet. Vooral omdat ze slecht zijn. PlayStation All-Star Battle Royale, dan domineer ik Timon. Joch bakt helemaal niks van het spel. Ja, omdat het een... ik doe niet aan zulke spelletjes. Ik doe alleen Super de echte Smash! Echte classics. Super Smash! Ja, dat is de officiële! Super Smash! Super Smash! Die Rikos is opeens weer helemaal weg. Er moet wat werk verricht worden en gelijk is die man weg. Welke Battlefield wordt er dan? Ik neem Richard natuurlijk. 4 toch? Ja, eerst speelde ik die op de PC nog wel eens, weet je wel. Ja, maar dan gaan we 4 op de PlayStation 4 doen natuurlijk. We zijn niet mannelijke mannen. Oh ja, vergeet ik soms. Ja, nee. Omdat het een leugen is. Die Jackie. Vervelend, hè? Echt vervelend. Trauma vervelend. Heel trauma vervelend. Trouw als een hond, maar vervelend. Als een hond. Eerst was het zeer aantrekkelijk. Minder nu. Oftewel niet. Mag ik zo ver gaan dan? Het wordt persoonlijk, weet je wel. Ja, nu ga ik persoonlijk worden ook. Maar als je me geen geld geeft, dan raak je dat gewoon kwijt. Ja, ik vind jou een commerciële klootzak. Waarom geef me nu een knipoog? Nog altijd. Nu gaat er iedereen klagen over dat... FIFA, geen FIFA, FIFA is saai. Iedereen klaagt over FIFA. Maar hoeveel stemmen waren er binnen? 18. Waarom hebben ze geen echte stemoptie op foto-optie op Twitch eigenlijk? Is waarschijnlijk wel, maar Rikos gebruikt liever zijn eigen manier. Eigen zelf geprogrammeerd. Ja, hoe kon die man me hebben, man? Zielig. Hij kan wel mikken. Mikken. FIFA is inderdaad saai, zegt Rikos. Zonderlijk, een handtekening erachter. Die man... Nou, Rikos, dan maak je toch een nieuwe... pol? Want, zeggen de... We zijn wel ontslagen met FIFA. Rest zegt niemand iets anders. Kom op nou, ik ben zo amateur in dit spel. Ik ga die man pakken. Ah, fuck jou, nee, wacht. Hij komt alweer. Houd hij me, er zit een raampie. Ja, is een raam. Oh, hoe kan dat? Hoe je kan moet ik... even wachten. Kijk, die man is mis niet hoor. Ik piep hem naar huis. Ah, oh, ik kan niet terug. Ja, die man gaat niet missen. Ik shank hem. Nee. Oh man. Dit moet pas irritant zijn om naar te kijken. Dit zo. Je bent gewoon slecht. Hoe doe je dat? Dat je... Wat? Oh, is het dat gewoon? Lok op iemand. Nee, dat wist ik niet. Kijk, hij komt hè, die man. Oh, hoe ik kun je... Ik ontwijs de kogels, hup, lekker, een keertje. En beuk die man, want die man heeft... Oh! Oh! Die praatstukjes vind ik leuk. Ja, die moet je goed luisteren hoor. Die deurcontrole. Maar hier krijg je af en toe zo'n kutwapentje. Ja, gooi hem. Huppakee. Neer is hij. Neem die vrouw mee ook. Zo, is dat die lekkere vrouw? Ja, daar moet je wel voor gaan. Ga voor die vrouw. Heb je nog een voedseltip voor deze week? Verdomme man. Doe hem open daarna pas. Ik ga hem nu dubbelkill. Okay. Dit is wel opfokkend hoor. Het gevoel als je geraakt wordt. Peter, je bent een zwans. Hou... Oeh. Je bent een zwans. Mag ik wat drinken pakken? Nee. Ga maar uit je eigen huis. Oh. Ondertussen neem ik het even over. Nu ga ik het halen. Geen probleem. Kijk mijn techniek. Eerst een wapentje oppakken. Dat is handig. Ja, maar ze komen allemaal! Heb ik wel met mijn mond aangezeten. Waarom? Ik waarschuw je alleen, je Waarom kan... Waarom lik je het met je mond? Ja, wist ik veel dat jij het ging drinken. Jij komt pijldraden uit. Ik kom pijldraden uit. Oh, dan neemt hij het nog... Gaat hij ook even likken aan het randje? Wat slaat hem nou weer op? Wie is er nog gelopen? Ik zal de chat nog even bekijken. Wat voor accent hebben jullie? Oh, voor de rest wordt er niks gevraagd. Wat voor accent? Jan beantwoordt hem niet eens. Ja, wat voor een West-Fries? Een cool accent. Oh, lekker Timon. Je bent goed hoor en scherp. Hij is goed. Gooi hem. Nee, ik gooi niet Peter. Ja, je kogel zit erop. Oh, wat doe je nou? Oh, wat doe je weer? Peter! Afblijf me niet tengeltjes! Oké, ga jij maar. Waarom beatbox je dit nummer niet even? Ik? Ja. Omdat ik niet kan beatboxen. Ga beatboxen dan, zegt Negino's.
lijkt niet op dat nummertje. Deze man die had me net ook te pakken. Gebeurt nog geen twee keer. Deze man... Lekker bezig. Ik zag een filmpje van een baby olifant die viel om. Dan ging je moeder olifant weer recht zetten. Toen maakte ze echt het... geluid, het trompetgeluid. Het was echt een trompetgeluid. Dat is toch het geluid wat olifanten maken? Ja, maar ze maken ook een beetje gewoon een gromgeluid, toch? Gewoon door de mond. Maar ze maken letterlijk een trompetgeluid. Ik dacht dat het alleen een tekenfilm was. Ik weet niet welk geluidje ik voel, maar... Een trompet. Het echte, een echte trompet, ja. Een goed gespeeld een nummertje was het ook. Nee, ik ga hem pakken. Laatste keer moet shotgun, ik hem raken. Pak shotgun. Ja, ik ga het doen. Oh. Ik heb hem. Maak maar je hebt hem al te pakken. Oh, stomp zijn gezicht. Oh. Doe dat, die oogjes maar in, hoor. Hashtag Game of Thrones. Nee, die is voor mij. Oh, maar neem die maar mee en leg die gewoon in het bedje. Ja. Niks aan de hand. Spring maar bovenop, hoor, Timon. Spring maar bovenop. Recht bovenop. Waarom ik nou weer? Shank ze. Shank die mannen. Shank tank. Shank tank. Oh, nice one. Je gaat het doen ook. Pas op. Oh, dat had ik niet verwacht. Kijk uit. Oh. Lekker, Timon. Je bent een... Maak ze af. Lekker, hoor. Pak de shank, hoor. Pak de shank, shank maar machine hoor. Man. I'm the shank machine man. Ben ik de shank machine man? Gooi hem. Shank machine man. Go. Ik heb gehoord dat kut is gestopt, toch? Ja, kut is gestopt. Dat is toch niet zo leuk, dus hè? Nee, maar hier verdienen we bakken met geld mee. Dus waarom zou je dit goudmandje stopzetten, toch? Ja, ik weet niet waarom. En ook nog voor iets zoiets kinderachtigs, weet je wel. Ja, tekenfilmpjes. Kom op nou even, tekenfilmpjes. Jij kan die stemmetjes goed nadoen, toch? Hé, hey, ik ben die groene. Klinkt echt lekker. Dankjewel. Wel alsnog grappig. Even ja, is wel grappig bedoeld ook, hoor. Chameleon gaat... Waarom gaat Chameleon weg? Ik snap het niet meer, hoor. Gaat die nu ook al weg? Voor wie doen we dan nog? Hey, what's up, bros? Abladaba. Ik heb geoefend. Want ik dacht, misschien kunnen wij dat ik ook. Ik ken niet, ken die man niet. Het was gewoon een nieuw geinig stempie. Stempie. Ik dacht, kunnen wij die ook als intro hebben? Misschien zit, zeg maar... Hij heeft niet zo heel veel views. Wij hebben meer volgens mij, maar... Ja, wij zijn groot van YouTube. Alle kleine beetjes helpen, dus als we dat misschien gebruiken als intro... Of zou je dat... Ja, maar waarom denk ik dat het gaat werken opeens? Omdat hij heeft toch ook wel oké views. Oh, ik zie... lekker. Naakt? Nakend. Laat me even in dan. Nee, maar laat me dan ook gewoon even in. Ja, maar dan moet je gewoon even erin laten, die man, als hij het vraagt. Kan ik niet slaan tegen de deur? Oezewoes gaat er ook vandoor. Waar gaat iedereen vandoor? Jobbie! Jobbie! Is het waar? Jobbie, jobbie, jobbie! Jobbie, jobbie, jobbie! Oh, jobbie! Jobbie, jobbie, jobbie! Jobbie, jobbie, jobbie. Moet ik een nummertje voor die man doen? Ja, speel een nummertje voor Jobbie. Hier, kom. Komt ie. Gitaar komt erbij, Jobbie. Deze is voor jou. Jobbie, niet goed bij dat koppie. Dat was hem. Jobbie, dankjewel. Een nummertje dat nooit eerder gebeurd. Iemand een ja, maar Jobbie wilde wel lang hebben. Ook echt geschreven voor het geval dat hij ging subscriben. Ja, het was al ingestuurd. Hoorde je ook, hè? Ja, joh. Dit was niet in één keer. Goeie gozer, Jobbie. Ja, Jobbie, Jobbie, Jobbie.